wordt door een eerlijk ridder, dan zal zijn identiteit bekend worden en zal hij bevrijd zijn van de dwerg. En de ridder die hier vandaag is gearriveerd, helemaal uit Brugge gekomen, dames en heren, een applaus voor Jan de Baanst. De burgemeester van Brugge, kamerling van de geduchte hertog van Bourgondië, Karel de Stoute. En hij zal vandaag het opnemen tegen onze Rode Ridder. Hij heeft hem uitgedaagd tot een steekspel en tot een gevecht met de knuppels. En dat zult u vandaag gaan zien. En hij groet natuurlijk het voorname gezelschap dat toe zal zien. Altijd erg belangrijk bij toernooien. Gezien worden. Zo dadelijk zullen de ridders beginnen om een aantal van hun vaardigheden te laten zien. Ze zullen de appels proberen te hakken met het zwaard. U kunt zien wat zij kunnen met het zwaard. Dus ik zou graag de ridders willen uitnodigen. Gaat u naar de desbetreffende hoek en maakt u klaar voor de appels. De ridders zullen nu een zwaard in ontvangst nemen, langs de appels rijden. Jan de Baan staat al klaar. Hoeveel appels zou hij weten te treffen? Het is niet genoeg om ze te raken, ze moeten in tweeën. Dus doe uw best, heer Jan, de burgemeester. En 1, 2. En de derde gescalpeerd, dames en heren. Heel goed gedaan door Jan de Baanst, inderdaad.